50 jaar lang heeft Andries Kopier in de glasfabriek van Leerdam zijn ontwerpen gemaakt en onder zijn leiding laten uitvoeren. Glas is een moeilijk materiaal waarmee niet naar hartelust te improviseren valt. Wanneer het gloeiende glas uit de oven komt, moet de vorm die de glasblazer het moet geven van tevoren vaststaan. In de laatste 50 jaar ontstonden reeksen van glazen en vazen en glasplastieken in steeds nieuwe vormen. Glas werd tot gestold licht in de ontwerpen van kopieën. In de tuin van zijn huis heeft de kunstenaar een jubileumexpositie gearrangeerd, waarin onder andere het dubbelwandig glas met zijn prachtige kleureffecten te bewonderen viel. Er is daar een overzicht gegeven van wat Kopier allemaal maakte in zijn leven en hoe hij even schone als doeltreffende vormen vond, ook voor glas voor dagelijks gebruik. Waarvan het bekendste wel het in 1933 ontworpen gildeglas is dat over de hele wereld vermaard werd. Kort geleden zette hij weer nieuwe vormen voor gebruiksglazen op papier die intussen ook in massa uit de fabriek komen. Op de tentoonstelling in de tuin zag men ook experimentele vormen die de aandacht van de ontwerper hebben en die hem mogelijk weer inspireren zullen tot nieuwe voorwerpen van glas. In sommige gevallen zijn die vormen al gebruikt, op een manier die laat zien hoe een rusteloos voortwerkend man als Kopier met smaak, kennis en grote inventiviteit de glorie van het glas blijft verkondigen.